Jules Werk van Jules Hoek Vibes. Nogmaals weer, dankjewel voor het massaal delen. Want gisteren heb ik het filmpje online gezet van interactief voorlezen. En er zijn al heel veel kietjes heel blij mee geworden. En ik heb heel veel leuke berichten ontvangen. Dus dankjewel. Vandaag gaan we lekker fitnessen. Maar het is zo lekker weer. Ik zeg, we springen lekker naar buiten. Woe! Zoals je ziet zijn we lekker buiten en gaan we vandaag lekker buiten sporten. Daarvoor heb ik de volgende dingen meegenomen. Springtouw. Heb je die niet, is dat niet heel erg. Misschien heeft papa of mama wel een stuk touw ergens liggen. Dan kan je het ook mee doen. Uiteraard een flesje water. Heel erg belangrijk. Een bal. En deze bal is 1 kilo, is een beetje een zware bal. En heb je nou geen 1 kilo bal, dan mag je ook uiteraard een voetbal pakken van je broertje misschien wel. Wel voorzichtig mee zijn, hè. En ik heb krijtjes meegenomen. Maar waarschijnlijk hebben jullie al stoepkrijt thuis. Oké, we gaan vandaag beginnen. Oké, zijn jullie lekker klaar voor? We gaan lekker bewegen. Ik zet een lekker muziekje erbij aan. En volg mij maar. We gaan lekker lopen pas. We gaan het helemaal vol maken. Op, schoon. Vind je het buiten dan niet heel fijn, dan pak je gewoon even een matje. Of je doet de oefening gewoon binnen, hè? Dat kan altijd. Je gaat liggen, ja, buik is plat, armen zijn plat. En let op, je doet je voeten en benen omhoog. Benen subiet neer. Goed zo. Gaan we dat met z'n allen doen? 5 keer? Kunnen we daarmee beginnen? Oké. Vind je nou een beetje lastig, mag je ook je armen kruisen. 2. Denk je nou, ik vind het een beetje eng. Let op, heb ik ook een tip voor jullie. Dan mag je je benen in doen. Dan kan je hem zo doen. Armen kruis en 1. Goed zo. Dus nog even snel een herhaling. Of je gaat liggen. Armen plat. Je voet te goed zo, tegen de bal aanklemmen. En je doet op en neer. Armen gekruist. Op en neer.
dan neerzet uiteraard. In en uit. En voor de diehards, de kinderen die nog extra wat aandacht willen erbij, is in en uit. Dat knip ik eruit. Oké, jongens en meiden, we zijn klaar voor het volgende onderdeel. Springtouw. Heb je nou niet, kun je misschien ook een stukje touw lenen. Of misschien hebben de buren wel een springtouw wat je mag lenen. We gaan 5 keer springen op. We gaan op 1 been springen en andere been. Ja, wel lekker met een muziekje erbij. Dan maak je springen net zo gezellig. Komt ie weer. Ah yes! Zijn we klaar voor de gaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. Goed zo. Zoals jullie zien heb ik een paar cijfers op de grond getekend met mijn stoepkrijt. Ik heb nummer 1, 2, 3, 4 en 5. Alles heeft ook zijn eigen kleurtje. Nummer 1 is blauw, nummer 2 is groen, 3 is paars, 4 is wit en 5 is roze. Dan kun je hier verschillende spelletjes mee doen. Ja? Bijvoorbeeld papa of mama die zegt nummer 1. Moet je heel snel op nummer 1 staan. En één keer springen. Nummer 2. Ren je naar nummer 2? 2 keer draaien. Nummer 3. Op 1 been springen. 1, 2, 3. Nummer 4. Moet je hoog en de grond tegen. 1, 2, 3. En de laatste. 4. En nummer 5. Gaan we klappen. 1, 2, 3, 4, 5. En hier kun je talloze variaties op loslaten natuurlijk. Wat ook kan, omdat ik verschillende kleuren heb gebruikt, is dat je kleuren gaat spelen met je kinderen. Dus bijvoorbeeld groen. En dan nummer 2. Want groen. Dat was 2. Roze, wat was roze? Nummer 5. En doe het maar op. Dit is dus wat je samen kan doen met je kind thuis. Lekker actief, lekker buiten. Het enige wat je nodig hebt is wel krijt. Nou, heel veel plezier ermee. Oh, we zijn nog niet klaar. Oké, ik heb nog 1 oefening voor jullie als jullie nog niet moe zijn. En dat is met de stoel. We hebben wel een lage stoel nodig. Dat is hier een tuinstoel. Let op. Je gaat alleen dit gedeelte van de stoel gebruiken. En je zet hem goed stevig in, dat je niet omhoog komt. Dan ga je met je voeten, onderkant van je voet, ga je de stoel aantikken. Je gaat niet schoppen uiteraard, maar je tikt hem aan. Oké, gaan we dat doen? 10 keer. Komt ie jongens en meiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed gedaan. Dit was het en ik zie jullie graag op een volgende video weer. Doei doei!